BINK staat voor behandeling in de klas. Wij gaan letterlijk naast het kind zitten om het kind te helpen met zijn complexe psychiatrische problemen. Zodat het kind zowel thuis als op school optimaal kan functioneren. BINK is geen ondersteuning of zijn geen extra handen in de klas. Wij richten ons één op één op de betreffende leerling, waarbij we uiteraard wel kennis overdragen aan de leerkracht over de problematiek van het kind. Door de gezamenlijke kennis te bundelen, hopen we dat het kind weer tot ontwikkeling kan komen. De leerkracht, ouder en behandelaar werken nauw met elkaar samen. De leerkracht vanuit het onderwijs en de behandelaar vanuit de psychiatrie. Binnen BINK zijn we breed inzetbaar. We zijn er voor licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren, als voor normaal begaafde kinderen en jongeren. Daarnaast werken wij in het regulier onderwijs als in het speciaal onderwijs. De duur van een traject is gemiddeld 4 tot 6 maanden. Samen met het kind, de ouders en de leerkracht vormen we de behandeldoelen. Om deze doelen te behalen maken we gebruik van effectieve behandelmiddelen. Heeft u nog vragen? Dan verwijs ik u graag door naar de website van Karakter. Ons team staat voor u klaar.